moordenaars, mummies of andere griezelige figuren. Je vindt ze in grote getalen in de halve maan in Diest. Heel wat figuranten verzamelen massaal op het domein om er opnieuw een huiveringwekkende editie van te maken. Jij laat graag mensen verschieten. Ja, ja, het is een hobby. Uit de hand gelopen hobby. De spanning die er rondhangt en het griezelen zelf, het verschieten. Grotendeels van de poppen zijn zelf gemaakt, gerecycleerd, van plastic. Het zijn vannacht niet de kou of de regen die zorgen voor kippenvel. Achter elke boom, struik of bankje in het domein kan iemand klaarstaan om je de stuipen op het lijf te jagen. Wat is het engste dat je al gezien hebt vandaag? Dat was zo'n tent en er was zo'n flikkerlicht en ineens stond er een non naast ons en die achtervolgde ons. Heel tof en soms ook wel eng, want je werd met een kettingzaag achtervolgd. Het geluid van schreeuwende kinderen en brullende mama's en papa's weergalmt de hele avond over het domein. Al hebben sommige lefgozers blijkbaar van niets of niemand schrik. Ja, ik vond het echt heel eng. Want ja, in het begin, ik was aan het wenen en die mevrouw stelde mij wel gerust. En daarna vond ik het wel goed, maar ik was wel heel bang. En jij, was jij bang van iets? Nee. Je bent geen enkele keer bang geweest? Nee. Heel goed georganiseerd. Het begin is altijd scary, omdat je in een tent gaat, waar je direct een stroboscoop krijgt en de kettingzagen. Voor mij viel het mee, voor mijn kinderen iets minder. Het was tof, soms een beetje eng. Ja, ik vond het ook wel echt... het was gewoon gezellig en ja, ik ben wel vaak verschoten.